Toch zit er een kleine smet op uw carrière. Daar moeten we toch ook even bij stilstaan. Er wordt hier de waarheid gesproken aan deze tafel. Gaat u de krant lezen? Doping. Het is het woord als het gaat om de wielersport. Het is ook het grote geheim. Het is het grote vermoeden als het gaat om ons wielerfans. Op een gegeven moment, u heeft altijd keihard ontkend, categoriaal ontkend, ik heb nooit doping gebruikt. Op een gegeven moment, na uw carrière, heeft u toegegeven doping te hebben gebruikt. Laten we daar even naar gaan kijken. Laat het duidelijk zijn. Ik vecht en ik zal blijven vechten voor een kleine wielersport. Maar wat gebeurd is, is gebeurd. Dat kan ik helaas niet meer rechtzetten. Ook ik heb ter voorbereiding op een aantal wedstrijden op het einde van mijn carrière een fout gemaakt. Ik heb mijn actieve carrière in schoonheid willen afronden. Ja, dat had u willen doen. Dat mocht niet zo zijn. U zegt zelf, ik heb een fout gemaakt op het eind van mijn carrière. Waarom eigenlijk? Want heel veel... Ik heb een fout gemaakt in een periode dat het makkelijk was om fouten te maken. En jij mag er nu over denken wat je wil. Meer ga ik er ook niet over zeggen. Dus, nou, ik wil graag denken wat ik wil, maar ik wil u vooral wat vragen, want zo vaak ontmoet ik u niet. U bent een monument van een renner. Op een gegeven moment was het de teleurstelling van Vlaanderen na uw carrière dat u toegaf, en dat was eerlijk, om te zeggen ik heb gebruikt. Misschien wel als voorbeeld voor de renners van nu van doe het niet. De vraag is heel simpel, waarom heeft u gebruikt? Waarom gebruikt een wielrenner doping? Die vraag is mij nooit gesteld, maar het is makkelijk. Dus op het einde van de carrière begint ik af te takelen. Ik was 38 jaar, dus ik wilde mij nog meten met jongens van 25 en jonger zelfs. Maar het lichaam wil niet meer. Mm-hmm. En dan ga je een fout begaan, dan grijp je naar dingen. Is het dan heel makkelijk om daar aan te komen? Of is dat iets waar je heel veel moeite voor moet doen? Wordt het je voortdurend aangeboden? Ik heb zegt iedereen net nee, gezegd, nee. En je hebt niet goed geluisterd. Ik heb een ik fout heb heel gemaakt goed geluisterd. In een periode dat het makkelijk was om een fout te maken. Ja, dus het was voortdurend om dus ik zag daarmee niet veel, maar toch heel veel om het te begrijpen. Ja. Maar u zegt... is toch zo? En dat is voorstelbaar. Maar wij voeren de discussie nu hevig hè, over het wielrennen. De Tour wordt schoongemaakt. Er wordt hevig gediscussieerd. We moeten stoppen om over de wielersport... De blamage van de wielersport. Men moet de kans geven aan de jeugd. De jeugd heeft het begrepen en ze zijn een nieuwe weg ingegaan. Maar dan is het heel goed. Dopingvrij. En we geven ze de kans niet. Nee, maar ik begrijp u heel goed, maar het kan dan heel erg helpen nee, dat u nu uitlegt. Nee, ik begrijp u denk ik wel goed. Ik zal proberen... Nee, helemaal niet. Nee, ik maak toch even mijn zin af. U zegt, ik was op het eind van mijn carrière. Ik wilde me nog meten met de nieuwe jongens. Die waren natuurlijk fitter, misschien sterker. Mooi. Dat is natuurlijk mooier zelfs. Nou ja, goed, als ik maar net gezien heb op televisie, toen ik de bekendis deed, ik zag er 100 jaar uit. Maar u ziet er heel knap uit vandaag. Dat is die schmink, hè? Maar eigenlijk zegt u, ik was oliedom. Het is namelijk ontzettend naïef om te denken dat je op je 38ste hier nog kan meten met een jongen van 25. Dan ga je de pilletjes voor slikken. Eigenlijk zegt u toch tegen de kinderen van Vlaanderen en van Nederland, jongens, doe dat niet. Wees verstandig. Je carrière houdt een keer op. En ga alsjeblieft die spullen niet gebruiken. Of zegt u dat niet? Ja, daarom ook de bekentenis, maar veel te laat. Maar oké, ik heb die fout begaan. Ik ben er ook voor uitgekomen. Maar u heeft heel lang ontkend, hè? Wij zien bijna, wekelijks wielrenners op televisie. Die wordt, aan hen wordt gevraagd, ik heb het zelf ook vaak mogen doen. Heb jij wel eens doping gebruikt? Nooit, jamais. Ja, maar pas later zegt u, ik heb het wel gedaan. Maar ontkennen is een ander mens. Je kunt het vergelijken met een man die ontrouw is thuis en zijn vrouw vraagt, ben je ontrouw geweest? Had hij ook maar in een ultieme fase toekennen. Mm-hmm. Moeten we het zo zien? Je moet het een beetje zo zien. Mm-hmm. Het is natuurlijk een verschil. Maar is het ik toch een heb beetje een boek gelezen erover en het is typisch, ontkennen is typisch als je in een noodsituatie zit. Mm-hmm. Ik zat in een noodsituatie. Wat was de nood dan? Wat was de nood? Ik ben dag en nacht verhoord geweest en dan sla je een fase in van ontkennen en ga je die weg verder. Mm. En pas later begin je alles te beseffen van oké, ik heb een fout gemaakt, laten we daar nu voor uitkomen. Vooral voor de jeugd. Mm-hmm. Heeft u daar ook straf voor gekregen op wat voor manier dan ook? Heel veel straf. Zijn gevoel van humor. I rest my case. Dan wil Halina zich eindelijk eens bemoeien met een belangrijk sportgesprek. Ja. En dan reageert u zo. U geeft haar ook geen kans. Ja, ik geef iedereen de kans. Ik ben gestraft weer. Ik ben 2 jaar geschorst geweest. Maar ik ben ontzettend gestraft weer door de media. Het is de media. Ik ben, in België was ik een publiek figuur. En ik was een periode alleen in België voor de media. En dan plots gebeurt er iets. En... ja, dan hebben ze de mogelijkheid om u af te kappen. Ja, en zwart te maken. Dat hebben ze ook een stukje gedaan. En nu kom ik terug op de plaats te staan waar ik
moest staan. Dus dan heeft de media ook begrepen, mijn woorden, dat ik herhaal, ik heb een fout begaan in een periode dat het makkelijk was om fouten te maken. En zo iedereen begrijpt het nu. Wij begrijpen het nu ook. Het was heel goed. Alina, ik heb het in mijn oren geklopt. Het was heel goed dat u hier was en wij verheugen ons ontzettend op de Ronde van Vlaanderen zondag. Dank, Johan Museeuw. De Ronde van Vlaanderen is dus aanstaande zondag live te zien bij de NOS Studio Sport vanaf 10 over 1.